André Hazes Jr. kondigt met trots een primeur aan in zijn muzikale carrière, zijn allereerste clubtour genaamd Gastenlijst. De 30-jarige zanger deelde dit op donderdag via een enthousiaste post op Instagram, waarin hij zijn fans op de hoogte bracht van zijn aankomende optredens op diverse locaties in het land, te beginnen op 25 oktober. Vol enthousiasme schreef Hazes, Clubtour 2024. Eindelijk mag ik het vertellen, een eigen clubtour. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Maar ik heb hier zoveel zin in. Ik kan niet wachten om mijn eigen muziek voor jullie te zingen. De data voor de clubtour zijn al bekendgemaakt. Hazen zal op 25 oktober starten in Hengelo, gevolgd door optredens in Alkmaar op 30 oktober, Den Haag op 1 november, Utrecht op 6 november, Tilburg op 14 november en Groningen op 24 november. De kaartverkoop begint aanstaande zaterdag. Het afgelopen jaar markeerde een bijzondere periode voor de zanger. Die in het najaar van 2021 besloot een pauze in te lassen vanwege een burn-out en verslavingen. Na intensief aan zichzelf te hebben gewerkt, maakte André in 2023 een indrukwekkende comeback. In september vierde hij zijn tweejarige jubileum van clean zijn en bracht hij nieuwe muziek uit, culminerend in de release van een volledig album. Het jaar eindigde met hoogtepunten, waaronder een optreden in Ahoy dat hij zelf benoemde als een van zijn grootste momenten. Op Instagram bedankte hij zijn fans en keek vol verwachting uit naar het nieuwe jaar, op naar 2024. De aankondiging van de clubtour lijkt de volgende stap te zijn in Hazes opwindende muzikale reis.